Kijkers, in deze aflevering van Magazine 4 gaan we het hebben over toerisme op Curaçao. En ik heb uitgenodigd mevrouw Francisca Elaine. En zij is van de Curaçao Tourist Board. En haar counterpart hier in Suriname is Danique van Vaarseveld van Lucrative Marketing Communication and Events. Dames, goedemiddag. Buon tardi. Buon tardi. Buon tardi. Buon tardi. Buon tardi. Buon. Goed. Ja, mevrouw Francisca, welkom in Suriname. U bent van de Curaçao Tourist Board. Vertelt u, waarvoor staat CTB? Wel, goedemiddag aan al de volgers. Ik ben Elaine Francisca, zoals je al zei. Ik ben regional manager van het Caribisch gebied bij de Curaçao Tourist Board. De Curaçao Tourist Board, wat wij eigenlijk doen, is wij promoten toerisme in het buitenland. Dus Curaçao, we promoten Curaçao als een toeristische eiland. We hebben verschillende focusmarkten waarbij we toerisme promoten. En een van hun is Suriname. In het Caribisch gebied is het ook Aruba, Trinidad en Tobago, Jamaica, Dominican Republic. In Europa promoten we in Nederland en Germany. En in Zuid-Amerika is het Colombia en Brazil. En dan ook Noord-Amerika hebben we Canada en de US. Waarom zou ik naar Curaçao moeten gaan? Oh, dat kan jij toch wel zelf zeggen. Je bent daar laatst geweest. Inderdaad. Ja. Maar moet ik kijken. Nee, Curaçao is eigenlijk een home away from home. Heel veel Surinamers kennen Curaçao al. Ze hebben heel veel familieleden daar door diaspora en in het verleden met de Shell. Maar Curaçao heet van alles en nog wat. We hebben stranden, we hebben historie, cultuur, goed eten, douche hindi, lieve goede mensen. Dus Curaçao heeft van alles te bieden. We hebben ook heel veel activiteiten. Wat ons zo bijzonder maakt is dat wij niet alleen een Caribisch eiland zijn waar je alleen naar het strand kan gaan. Maar we hebben veel meer dan dat. We hebben verschillende activiteiten, land activities, water activities. Maar ook als je meer wilt weten over onze cultuur, over onze historie, kan dat ook. Dus er zijn verschillende dingen te doen. Danique, wat is de rol van jou met CTB? Nou, ik ben dus in Suriname representative van CTB. Dat betekent dus dat Lucrative is uitgekozen om dus marketing en PR te doen voor CTB. Wij zorgen dus dan ervoor dat de Surinamers goed geïnformeerd zijn over de activiteiten op het eiland. Maar ook gewoon de nieuwste weetjes van de hotels daar, zo alles eigenlijk betreffende toerisme. En nu is CTB in Suriname. Is er een reden waarom CTB in Suriname zo is? Er zijn genoeg redenen waarom de delegatie in principe hier zo is in Suriname. We zijn er onder andere voor de United Business Fair. Maar we zijn er ook gewoon om gelijk een beetje promotie te doen voor de komende activiteiten. Een van ze dan, dat is dus de North Sea Jazz Festival. Een van de activiteiten of een van de festivals die toch wel heel goed bezocht wordt door Surinamers. Vandaar dat we ook gewoon hebben gemeend dat vanwege het feit dat de delegatie hier is, dat we ook gewoon gelijk een beetje aandacht daaraan besteden. En natuurlijk ook gewoon de mensen informeren over de nieuwste weetjes, maar ook zeker de andere activiteiten die er de komende tijd zijn. Vooral omdat we straks ook de paasvakantie hebben. En eigenlijk ook gewoon daarop mikken dat de Surinamers voor de paasvakantie Curaçao komen beleven. Hebben jullie de indruk dat Surinamers van Curaçao houden? Heel veel, heel veel. We zien dat de Surinamers heel veel van Curaçao houden, ook vanwege de historie en cultuur, maar ook voor events. Dus dat is ook een van de dingen die de grootste trekpleister is voor Surinamers, zijn onze events. En dat zijn meestal musical events. Dus daarom zijn we hier ook om al onze evenementen te promoten. We beginnen bijvoorbeeld met de paasvakantie hebben we de Soul Festival, ja. Bij de Pieter Maai area. Dan hebben we ook in eind mei en begin juni, 31 mei en 1 juni, hebben we de Curaçao Sunsplash. En dan hebben we ook de Kaya Kaya Festival en daarna ook de Curaçao North Sea Jazz Festival. Gevuld schema. Gevuld schema. En ook op sport hebben we een heleboel activiteiten. Okay. We hebben weer de Legends. Ik weet niet of jullie weten van de vorige Legends vorig jaar. Waarbij we een aantal teams hadden die voetbal kwamen spelen van de Legends. Dit jaar weer hebben we dat ook weer in Curaçao. Nice. Als we het moeten hebben over de periode van COVID. Hoe is die slag geweest voor Curaçao? Wel ja, Curaçao is een eiland die echt compleet gefocust is op toerisme. Dus wij hadden het echt
echt gevoeld. Maar ik zeg altijd, de COVID was een blessing in disguise, want er zijn veel properties ook opengegaan tijdens COVID. Er waren veel renovaties. Men ging iets meer denken aan, oké, wat hebben we nu? Hoe gaan we het beste ervan maken? Dus, en dat maakte het ook dat we na COVID cijfers hadden gekregen, die dus toerisme hadden gekregen in volume aantal, hoger dan de jaren ervoor. Dus voor ons was het eigenlijk wel een blessing in disguise. En we hadden vorig jaar een goede target behaald. We hadden voor de eerste keer een goede milestone. Hadden we meer dan 500.000 toeristen mogen ontvangen. Dus dat is waarvan 8.900 waren Surinamers. Dus dat is ook eigenlijk iets heel groots dat wij heel blij mee mogen zijn. Ik weet niet of je de cijfers hebt, maar de grootste groep toeristen naar Curaçao, uit welke landen komen die? Nederland. Ja, ja, dat was altijd al zo. Voor COVID was het nog erger, dan hadden we nog een groter groep uit Nederland of Europa. Maar na COVID, nu dat we ook de Sandals property hebben, we hebben meer important chain hotels. Dat maakt het ook dat we hebben nu ook veel Amerikanen die naar het eiland komen. Ook heel veel Latin Americans. We hebben nu ook 2 keer per week vluchten uit Belo Horizonte, dat is Brazil. Dus we hebben nu ook een hele grote stroom van Brazilianen die komen. Dus dat maakt het dat nu de balans is iets healthier. Want je focust niet alleen op één markt, maar je hebt verschillende markten. Danik, heb jij een indicatie als er ook veel Curaçaoënaars naar Suriname komen? Nou, de exacte cijfers heb ik niet, maar er zijn wel sowieso wat Curaçaoënaars die naar Suriname komen. We merken het ook gewoon steeds meer zelf wanneer we de cijfers zo'n beetje online bekijken. Maar ook gewoon bij de travel agencies waarmee we ook gewoon zelf een beetje contact hebben. De vliegmaatschappij waarmee we ook gewoon nu, tenminste de vliegmaatschappij die nu eigenlijk de alleenheerser is, die vliegt naar Curaçao. Daar heb je wel dat we af en toe ook wel wat op vragen en dan daardoor wel horen dat er wat feedback is van een paar Curaçaoënaars die ook wel af en toe naar Suriname komen. Ja. En vooral ook gewoon voor de decemberperiode. Ben je in december al eens in Suriname geweest? Nog nooit. Moet je zeker doen. Is onze periode waarbij we echt helemaal goed en los gaan. En terugkomend op Curaçao, hoe gaat het eigenlijk? Hoe zit het in elkaar? Is het vanaf de schoolbanken worden de mensen aangegeven van oké, toerisme is onze hoofdmiddel van bestaan en dan wordt iedereen eigenlijk een beetje in die richting gestuurd? We proberen. Het gaat niet altijd. We hebben 2 jaar geleden hebben we toerisme ook als curriculum kunnen krijgen. Maar dat is dan vanaf groep 7, dacht ik, van de basisschool. Dus we proberen het meer en meer in de kinderen te stimuleren. Want eerst hadden we offshore banking, we hadden de ISLA, al dat soort dingen. Maar dat is nu allemaal langzaam maar zeker nu weg. Dus dan is onze sole focus eigenlijk toerisme. Dus ja, we proberen meer en meer ook de awareness van toerisme, de belang van toerisme te promoten onder de lokale mensen. Dus daar hebben we een officiële afdeling voor, die dan echt de local awareness aan de lokalen zegt van hey, toerisme is belangrijk, je moet rekening mee houden, je moet ook jouw part doen voor toerisme en een douchehinde zijn. Dus we proberen dat ook inderdaad te stimuleren onder lokale mensen. Hoe staat het met de veiligheid op het eiland? Safe. Dat kan ik zeker zeggen. Het is een zeer veilig eiland in comparison met andere Caribische eilanden. Er zijn sowieso een paar instances, maar dat krijg je overal. Maar je moet gewoon goed voor je dingen zorgen, laat niks in de auto, maar voor de rest is het gewoon super veilig. En ik weet, de Florine is hoofd munteenheid, de munteenheid. Maar hoe staat het met euro's, dollars? Dus we hebben de Florine zoals je al zei, maar we gebruiken ook de dollars. Dus dat is geen probleem. 1 dollar is equivalent naar 1,77 florins. Dus dat je kan ze allebei gebruiken. En het toerisme zelf, is het gaan de Curaçaoënaars zelf ook op de activiteiten of zijn het meer de buitenlanders die participeren in de activiteiten?
Het hangt er vanaf. We hebben ook de vakantieperiodes. Je hebt paasvakantie, grote vakantie, decembervakantie. En dan vind je dat ook de lokalen meedoen aan de activiteiten van toerisme. Ja. Nanik, je bent vaak op Curaçao, omdat jij de agent hier bent. Wat kunnen we allemaal leren van Curaçao om hier te implementeren? Nou, ik denk dat een van de dingen die Curaçao ook gewoon echt Curaçao maken, waarvan we echt heel veel van ze kunnen leren, is het feit dat ze, net wat Elaine aangaf, vanaf de schoolbanken eigenlijk al bewust worden gemaakt dat het een van de voornaamste middelen van bestaan is. En eigenlijk ook gewoon dat ze heel goed voor hun eiland, dus eigenlijk het land moeten zorgen. Dat het niet alleen woonbaar moet zijn voor de locals zelf, maar ook gewoon een pret moet zijn voor anderen. En dat je eigenlijk van elk klein ding al een heel mooie bezienswaardigheid kan maken. Want er zijn een heleboel zaken daar die misschien voor hun, voor de locals, misschien vrij normaal zijn. En voor ons een super mooie attractie. Maar het zijn echt gewoon de meest simpele dingen die ook gewoon Curaçao maken. En ik denk dat wij ook gewoon genoeg noemenswaardige plekken hebben, maar ook gewoon dingen die we kunnen beleven. Als ik alleen maar kijk naar onze culinaire bijvoorbeeld, zijn dat ook gewoon zaken dat als we dat op een heel goede manier promoten en ook gewoon extra tijd erin stoppen, dat het ook zaken zijn waarmee wij ook gewoon Suriname op de kaart zouden kunnen brengen. Dus ik denk dat we eigenlijk heel veel kunnen leren van hun als het gaat om het bewust worden van je land eigenlijk goed uitdragen, maar ook gewoon met de meest simpele dingen in feite iets fantastisch bouwen eromheen en het eigenlijk tot de attractie maken. Elaine, heb je tot slot van dit gesprek nog iets aan dit geheel toe te voegen? Ja, zeker. Ik wil ook even onze evenementen in de highlight zetten. We hebben weer de Curaçao North Sea Jazz dit jaar. Gisteren zijn de namen bekendgemaakt. Dus een paar updates. We hebben Mark Anthony die komt. We hebben Seal. We hebben Gladys Knight. We hebben ook Eros Ramazzotti. Eros Ramazzotti. Dus en dat zijn de eerste namen. Dus er komen veel meer. Maar ticketverkoop begint officieel op 1 april. En dat kan je doen via www.curaçao-noordseajazz.com. Daar vind je ook allerlei informatie en daar kan je ook zien wanneer er steeds weer nieuwe artiesten worden gepresenteerd. Dus ik raad iedereen aan, hou dat even in de gaten. En voor meer informatie over Curaçao kunnen jullie altijd terecht op onze website www.curaçao.com. Daar kan je ook onze eventskalender vinden en al onze activiteiten die we hebben. Maar je kan ook gewoon alle hotelproperties vinden, alle activiteiten. Dus het is een zeer belangrijke tool voor wanneer je aan het kijken bent van oké, wat ga ik nou doen in Curaçao. Elaine Francisca, Danik van Varsenveld, bedankt voor jullie komst naar de studio. En mogelijk zien we elkaar op Curaçao later in het jaar. Dank je. Zo is er dat gehoord van deze twee dames die het hebben gehad over het toerisme op Curaçao.